In Nederland hadden we natuurlijk de krant. Die werd door de Duitsers gecensureerd. Dus de Nederlanders die lazen in die kranten wat de Duitsers bevolen hadden, als het ware, wat ze mochten schrijven. Uit die Nederlandse kranten is het verzet begonnen met pamfletjes, foldertjes en eigen kranten rond te brengen. Hier heb ik een van de eerste pamfletjes, een heel klein geschreven briefje, wat rondgebracht dus werd door het verzet in Arnhem. Dat konden ze ook niet bij iedereen doen, want ze wisten in het begin natuurlijk ook nog niet wie vriend en vijand was. Dus het was heel voorzichtig dat ze dat rondbrachten. Dit is dus met de hand geschreven, maar dat werd natuurlijk te veel werk. Dus ze gingen ze op den duur, gingen ze ze typen. Wist u al dat Arnhem nu ook zijn verrader, tramwagenbestuurder, NSB'er heeft? Dat bedoelt kereltje erop uit is, u en mij, zoals hij daartoe slechts even kans ziet uit te horen en bij de moffen aan te brengen. Dat hij nummer 30 op zijn jasje heeft staan. Dat hij op lijn 1 rijdt. Dat hij er nog geen notie van heeft wat hem te wachten staat, maar dat wij van het verzet dat wel weten. Ik heb deze krantjes, ik heb er dus veel meer nog, gekregen van iemand die in het verzet heeft gezeten, die in de regio Arnhem, Renkum, Oosterbeek dit rondgebracht heeft. En die heeft daar dus is hij ook voor opgepakt en heeft daarvoor in Dachau opgesloten gezeten. En vanuit zijn hand heb ik dus diverse pamfletten mogen ontvangen.